Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Fuberta. En deze keer gaan we kijken naar de tweede vraag van het of van de oefenrepetitie voor 3 HAVO en VWO van het hoofdstuk 4. Wat te doen bij het absolute nulpunt? Even kijken. Sorry, nee. Wat doen atomen bij het absolute nulpunt? En daar is een heel simpele vraag of heel simpel antwoord op. Namelijk, ze zullen stilstaan. Het hele idee is namelijk dat we zeggen, temperatuur is de beweging van deeltjes. Hoe kouder het wordt, hoe langzamer ze zullen bewegen. Waardoor theoretisch, als je op het nat of op het absolute nulpunt zit, dan zullen de atomen niet meer bewegen. En ja, ik wou dat er een moeilijker antwoord was, maar het is er niet. Gaan we door naar vraag B. Als het 25 graden Celsius is, wat is dan de temperatuur in graden Kelvin? Nou, de regel is, het absolute nulpunt is als we hebben 0 Kelvin. Maar dan kunnen we ook zeggen, nou ja, 0 Kelvin, dat is hetzelfde als min 273 en een beetje 0,15 graden Celsius. Dus dat betekent 0 Kelvin is 273 graden verkeerd. Om even een voorbeeld te geven. 10 Kelvin is min 263 graden Celsius. De stappen in Celsius en in Kelvin zijn gelijk. Zijn precies even groot. Niet een benadering, zijn precies hetzelfde. Nou, dat maakt het wel makkelijk om het zomaar te zeggen. Want het enige wat we nu hoeven te doen is te zeggen van, oké, we hebben 25 graden Celsius. En als we daar, als we daar 273 bij optellen, kom je op 298 Kelvin. Want het verschil is telkens, en dan moet je heel even eigenlijk het rijtje andersom lezen, die kant op plus 273. Dit was vraag 2 van de oefenrepetitie. Ik ben Jan Willem van Fuberta.nl. Bedankt voor het kijken en natuurlijk tot een volgende keer.